Hoi, dit is alweer les 2. Iedere les starten we met een stukje herhalen van de vorige les. Nu dus ook. Vorige keer hebben we het volgende gedaan. Gooien en vangen met twee handen. Gooien hem op voorhoofdhoogte en terug. Doen jullie mee? Bal in de lastige hand. Klaar. En gooi 1. En gooi 2. En gooi 3. En gooi 4. En gooi 5. En gooi 6. En gooi 7. En gooi 8. En gooi 9. En gooi 10. De tweede herhalingsoefening. De bal vanuit de lastige hand gooien we omhoog en we klappen op de bovenbeen. Doen jullie mee? Bal in de lastige hand. Klaar en gooi, vang. 1 en gooi, 2 en gooi, 3 en gooi, 4 en gooi, 5 en gooi, 6 en gooi, 7 en gooi, 8 en gooi, 9 en gooi, 10. Dat was te gek. Het nieuwe onderdeel van deze les. We gooien met één hand en we vangen hem met één hand. En dat noemen we pilaren. De bal blijft laag, net onder je kin. Doen jullie mee? Bal in de lastige hand. Klaar. En gooi. 1. En gooi. 2. En gooi. 3. En gooi. 4. En gooi. 5. En gooi. 6 en gooi 7 en gooi 8. Hou hem laag 9 en gooi 10. In dit nieuwe stukje doen we bijna hetzelfde als de vorige oefening, maar we gooien hem op voorhoofdhoogte. Doen jullie mee? Bal in de lastige hand. Klaar en gooi 1 en gooi 2 en gooi 3 en gooi 4. En gooi 5. En gooi 6. En gooi 7. En gooi 8. En gooi 9. En gooi 10. Gelukt? We zijn aangekomen bij het onderdeel moeilijker maken. Het pilaren, maar nu vangen we de bal op met een platte hand. Je mag stiekem smokkelen met een kommetje. Maar probeer als het lukt op een platte hand op te vangen. Doen jullie mee? Klaar. En gooi 1. En gooi 2. En gooi 3. En gooi 4. En gooi 5. Ga mee naar beneden. 6. En gooi 7. En gooi 8. En gooi 9. En gooi 10. In het onderdeel moeilijker maken, wordt het nu echt moeilijk. We zijn aan het pilaren, maar we vangen hem nu op in de schaar. Met twee vingers. Dus ik gooi hem niet te hoog en ik vang hem op met twee vingers. Stiekem mag je ook je duim gebruiken. Doen jullie mee? Klaar en gooi, vang. En gooi, 2. En gooi, 3. En gooi 4. En gooi 5. En gooi 6. En gooi 7. En gooi 8. En gooi 9. En gooi 10. Bij het eerste rekenonderdeel gaan we het vangen combineren met een tafel van 5. Dus ik gooi de bal op en ik zeg 5. Tweede keer 10. Doen jullie mee? Bal in de lastige hand. Klaar. En gooi 5. En gooi 10. En gooi 15. En gooi 20. En gooi 25. En gooi 30. En gooi. En gooi. En gooi 50. Dus even wennen, maar het ging wel goed.
In het tweede rekenonderdeel doen we weer de tafel van 5, maar dan van 50 naar 0. Dus 50, 45. En zo tellen we af. Doen jullie mee? Bal in de lastige hand. Klaar. En gooi 50. En gooi 45. En gooi 40. En gooi 35. En gooi 30. En gooi. En gooi. En gooi. En gooi. En gooi 5. En gooi 0. Het derde rekenonderdeel alweer. Net als vorige keer hebben we de tafel door elkaar opgezegd. Dus in een mix. Dus we doen de bal in de lastige hand. We gooien hem op en ik zeg 1 keer 5. En bij het vangen noemen jullie het antwoord. Dus ik zeg 10 keer 5. Zeggen jullie het antwoord. Doen jullie mee? Bal in de lastige hand. Klaar. En 1 keer 5. 10 keer 5. 9 keer 5. 2 keer 5. 4 keer 5. 8 keer 5. 8 keer 5. 3 keer 5. 6 keer 5. 5 keer 5. 25. Goed gedaan, man. Dit was alweer les 2. Het gebeurt allemaal vanuit de lastige hand, dus best moeilijk. Als het heel goed ging, mag je ook nog op dit trucje oefenen thuis. Let op, we hebben gehad papier. We hebben schaar gehad. En misschien kan je hem zo vangen. Succes, tot de volgende keer.